Hoi allemaal. Andere setting dan normaal, andere video dan normaal. Ik wilde vandaag het even hebben over mijn video's. Ik doe het alweer heel wat jaartjes, YouTube en mijn blog. Ik dus begon met mijn blog en daarna YouTube. Is het eigenlijk zo? Nee, ik ben volgens mij meteen begonnen met filmen. Goed, goedemorgen. Ik doe het al heel wat jaartjes met superveel plezier en heel veel liefde. En nog steeds. Alleen de tijd ontbreekt mij een beetje. En dat merk ik gewoon met de kleine man. Dat het gewoon steeds lastiger wordt. Hij slaapt natuurlijk minder. Dus zeg maar de dagen dat ik vrij ben, heb ik minder tijd om te filmen. En ja, ik merk ook dat ik minder tijd heb om nieuwe producten te testen. Echt mijn creativiteit erin kwijt te kunnen. Dus ik merk gewoon dat het me... Ja, dat ik niet meer kan leveren wat ik zou willen leveren. Nou, dat gezegd hebbende blijft het gewoon iets wat ik ontzettend graag doe. En sinds een tijdje doe ik natuurlijk het vloggen. En dat is elk weekend. En dat vind ik superleuk. Mijn stem verdwijnt ervan. En dat vind ik superleuk. Daar geniet ik ontzettend van. En ik vind het heel leuk om jullie een klein kijkje te geven in mijn leven. En ook om jullie reacties erop te zien. Daar word ik echt mega blij van. En toen dacht ik... Ja, wat wil ik nou? Want ik kan niet meer alles. En ik merk dat ik gewoon nu, omdat ik 3 video's per week maak, merk ik dat vaak de kwantiteit over de kwaliteit begint te gaan. En dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon kwaliteit blijven maken. En ook wat meer, zeg maar, video's net even wat meer kunnen doen aan bewerken. En niet dat ik moet kiezen om de 3 video's te maken. Je snapt mijn punt. Het is een beetje te veel. Dus wat heb ik bedacht? Ik ga vooral vloggen. Nou hou ik nog steeds enorm van beauty en van mode. En dat zal ook altijd zo blijven. Dat weet ik zeker. Dus ik dacht om nou helemaal daarmee te stoppen. Nee. Nou dat komt natuurlijk ook altijd wel voorbij in mijn vlogs. Maar ik wil er niet helemaal mee stoppen. Dus wat heb ik bedacht? Ik blijf gewoon vloggen. Ik denk dat die ook gewoon op zondag online blijven komen. Het is trouwens geen 1 april grap. Het is ook net na 1 april, maar ik neem het net voor 1 april op. Ik zeg het er maar even bij. Maar ik blijf gewoon vloggen, sowieso. En ik denk dat die op zondag online komen. En ik denk dat ik dan... Ik zit ondertussen erg wild met mijn handen toe, maar dat zien jullie gelukkig niet. En ik denk dat ik dan op woensdag af en toe een extra video doe. Dus dat zal niet elke woensdag zijn. Maar zeker wel regelmatig. Ik heb nu sowieso nog een aantal video's in de planning. Dus die komen sowieso nog online. Maar dat betekent dat mijn zaterdag wegvalt. Nou ben ik wel heel benieuwd als jullie zeggen... joh, ik vind het wel leuk om zaterdag de vlog te kijken. Dan kan dat natuurlijk ook. Dus laat dat vooral eventjes weten. En ik heb natuurlijk ook jullie opmerkingen meegenomen over de tijd die er tussen de vlog zit. Hè? Dat ik eigenlijk achterloop, 3 weken achterloop met mijn vlogs. En dat heb ik gedaan om dus mezelf een beetje ruimte te bieden. Maar omdat ik nu minder video's ga maken, kan dat ook makkelijker terug. Dus ik ga nu, ik blijf nog wel een stukje achterlopen. Dat is gewoon uit praktische overwegingen. Ik heb ook gewoon een bijna fulltime baan. Ik heb een zoontje. Ik heb ook een leven naast de camera, zeg maar. Dus ik probeer daar een goede mix van te maken. Dus... Ik ga zeker minder tijd ertussen doen, maar ik denk wel dat ik 2 weken achter blijf lopen. Maar goed, geen 3, niet bijna een hele maand. Dat snap ik wel dat dat een beetje veel van het goede is. Dus dat in ieder geval. En zo hoop ik gewoon weer wat meer mijn passie kwijt te kunnen in de vlogs en in de extra video's. En misschien dat ook af en toe nog een keer een blogpost komt. Of weet je, dat kan allemaal. Het is niet, het is mijn eigen site, ik kan het natuurlijk zelf bepalen. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een beetje dat jullie een beetje weten wat jullie kunnen verwachten. Dus je kunt in ieder geval elk weekend. En laat maar weten of jullie voorkeur hebben voor zaterdag of zondag. Ik blijf het voor nu gewoon op zondag doen. Maar als jullie het zaterdag fijner vinden, kan het ook. Zaterdag of zondag dan een vlog. En af en toe op woensdag een extra video. En die extra video zal of een fijne dupe zijn. Of leuke tips hoe je bepaalt... item, fashion item kunt combineren,
of een shoplog of de mama-updates. Want dat vind ik ook nog steeds leuk om die te blijven doen. Gewoon even af en toe weer een update. Want je ziet hem natuurlijk in de vlogs voorbij komen. Maar in de mama-update vertel ik net even wat meer van hoe het met Niels gaat. Waar we tegenaan lopen. Wat we voor handige dingen hebben ontdekt. Dat vind ik ook leuk om dat te blijven doen. Dus ja, dat is een beetje de boodschap van vandaag. Het is niet een mega blije boodschap. Maar ja, volgens mij ook niet heel dramatisch. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het vooral ook eventjes weten. En weet je, nog steeds verzoekjes voor video's kunnen nog steeds. En ja, ik doe dit nog steeds super graag en ik blijf het ook gewoon doen. Dus dat is helder, maar niet meer in deze hoeveelheid. En ik ga gewoon weer voor iets meer kwaliteit. Dus ik ga voor de komende tijd ook eventjes verdiepen in hoe ik mijn video's leuker kan maken. Dus nou, ik ben zeg maar qua hoe het bewerkingsproces, hoe ik daar nog iets aan kan doen. Dus ga ik allemaal uitzoeken. Dat zien jullie vanzelf wel verschijnen als het lukt. En ja, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor alle leuke reacties die ik altijd krijg. En jullie trouwe volgers. Er zitten een aantal mensen echt al van het begin volgens me. Dat vind ik echt super leuk. Als je nieuw bent, zou ik het ook fantastisch vinden als je wilt abonneren. Dat kan ik heel goed gebruiken. Dus ja, doe dat vooral als je daar benieuwd naar bent, zeg maar, naar mijn vlogs en andere video's. Heb je ideeën voor andere video's, laat ze vooral even weten. Ik ben er veel te lang aan het kletsen. Ik hoop trouwens dat je mijn achtergrond leuk vond en de zwem vindt een beetje girly. Maar ik ben helemaal in het licht roze. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik dacht, het is lente, fris. Ik heb ook aan Sven verteld dat het een beetje een van de trendkleuren is nu in interieur, is lichtroze. Dus lichtroze kussen, die is van de HEMA en deze kaars is van IKEA. En hier komt nog een bloemetje in, maar dat had ik nog niet. Deze heb ik al heel lang, is van H&M, een marmeren schaaltje. En dit is ooit een geurkaars geweest, volgens mij van de Primark of een iets met geurstokjes. Dus ja, ik ga er nog een leuk roze bloemetje aan toevoegen en, of wit misschien wel. Nou, moet even kijken. En dan heb ik een beetje een vleurig. Oh, daar is ook nog een roze kussen. Ook weer een beetje een vleurig interieur. Dat geheel terzijde. Ik hoop dat jullie dat de video duidelijk was. En bij vragen stel ze vooral hieronder. Wil je zaterdag of zondag? Let me know. En ja, ik wil jullie bedanken voor alle filmpjes die jullie altijd kijken en liken en waar jullie op reageren. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daar doe ik het voor. En ik ga nu gewoon weer iets meer voor de kwaliteit. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik wil jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel snel. Doei!